Hoe zit het met Urenco? Ja, Urenco is een sterk bedrijf. Wij zijn voor 1/3 aandeelhouder. De andere 2/3 zitten in Engeland en Duitsland. En zoals u weet, of misschien niet weet, Engeland en Duitsland willen het verkopen. En dus zijn wij heel snel gaan nadenken wat wij als Nederland moeten doen. En onze conclusie is dat we in ieder geval veel betere wetgeving moeten hebben om te voorkomen dat eventuele toekomstige eigenaren er met het bedrijf of met de technologie vandoor kunnen gaan. Dus het is uitgesteld, de verkoop? De verkoop van het Nederlandse aandeel is zeker uitgesteld. Ons belangrijkste doel is die wetgeving door de Kamer krijgen. Zodat alle belangen rond Urenco, ook veiligheidsbelangen, heel goed zijn zekergesteld. Daarvoor gaan we de wet aanpassen. Zodat wat de toekomst van Urenco ook is, die toekomst is dan in Almelo en hij is zekergesteld.